Fred, het is ongelooflijk jammer dat je weggaat. Ik betreur het ten zeerste. Ik heb goed met je kunnen samenwerken met de commissie Middelkoop. Daar heb ik je beter leren kennen. Het ging over de plaats van de ongebonden geestelijke verzorgers in de zorg. Het was een spannende tijd, maar we zijn denk ik goed uitgekomen. Misschien hebben onze meningen soms elkaar niet helemaal synchroon gelopen. Maar ik heb altijd je inbreng ongelooflijk gewaardeerd. Omdat je vanuit een hele... integere wijze de problemen aangaat. Vanuit een goed katholiek perspectief, tegelijk ook rekening houden met mensen. En ik bewonder je zeer je intellectuele kracht. Als ik je stukken lees, dat is gewoon spannend. Spannende literatuur. Het goede argumenten waar je mensen echt mee verder kunt helpen. En ik ben ervan overtuigd dat je voor heel veel mensen ook een steun bent geweest in hun katholiek zijn, in hun manier van aanpakken van ethische problemen. Je hebt heel veel les gegeven, je hebt heel veel met mensen gesproken, gepubliceerd, georganiseerd, ook aan symposia. Zowel bij justitie natuurlijk als in de krijgsmacht. En ja, ik hoop dat we nog lang van je wijsheid gebruik mogen maken. Misschien niet meer in de functie zoals je dat tot nu toe gedaan hebt, maar wel in ieder geval als een goede vriend voor mij en raadgever in bepaalde opzichten. Maar ook in het wetenschappelijke terrein. Want ik denk dat je nog lang niet uitgedacht en uitgewerkt bent. Dus ik wens je heel veel zegen voor de toekomst. Heel veel sterkte, kracht, vreugde in je leven. En ik hoop op een goede samenwerking in de toekomst. Alle goeds in je leven. Beste Fred, jij bent iemand die altijd met iedereen heel open het gesprek kan aangaan. En dat heb ik heel mooi gevonden om op diverse plekken te zien, waarbij de inhoud altijd belangrijker is dan alle andere belangen en of dan andere mensen. En zo heb ik jou je werk zien doen en dat waardeer ik heel erg, omdat ik denk dat jij daarbij de idealen die je altijd gedreven hebben nooit hebt losgelaten. En dat vind ik ook heel erg mooi en prettig in onze samenwerking. Ik wens jou toe dat er nu ook een periode aankomt waarin jij in goede gezondheid en met veel plezier ook aandacht kan besteden aan misschien andere dingen. Marieke, familie, vrienden, wandelen, vrijwilligerswerk. Ik denk dat er van alles weer op stapel staat. En eigenlijk denk ik dat ook jouw werk daarbij blijft horen. En dat die betrokkenheid daarmee niet ophoudt. Maar dat zijn ook leuke dingen. En zo ervaar ik ook de begeleiding die jij biedt voor mijn proefschrift en de samenwerking met Hans Schilderman. En ik hoop ook dat het voor jou ook bij de leuke dingen hoort. En dat we dat nog even zullen voortzetten in een fijne samenwerking. Hartelijk dank voor nu voor alles en alle goeds gewenst. Dear Fred, it's a great honor to have a little speech for you on your retirement. Of course, the retirement in your special position here at the university. But I'm talking to you as president of the Apostolat Militair International, an organization you are so much acquainted with for almost decades. You have been supporting AMI already for a long period of time, and not only passively as a member of the Dutch delegation, but also very actively. I remember you even contributed to the Berlin Declaration. 3 years ago, I was asked by the army bishop at the time and the Minister of Defense and Catholic Associations to nominate as the first Dutch president of AMI. And I thought about it, and then of course I did, but I did only because I could find a few vice presidents and a theological advisor, and that was you, Fred. And without the support of you and others, I would not have picked up this position already for 3 years. And you had been a great help. Already at the start, I remember, we went to Beekbergen, which is the center for the Association of the Defense Religious Association. And there, we had a two-day sort of mini course given by you, and we did a deep dive in Catholic social teaching from millennia ago starting and then into the encyclics
also in the different streams you can find in the Catholic Church, but also with NGOs like Pax Christi, you were very well aware of. And all your expertise, all your knowledge, all your theoretical and academical knowledge was transferred to us in these 2 days. And then, of course, also your acquaintance with the Vatican and other organizations. So it really helped to kickstart, and I really want to thank you for that. Your role has been tremendous, and still is. At the moment, you chair the working group on the London Declaration we will promulgate in a few months. And you have always been a great hand. It's not only, from a theological and theoretical point of view, but you make it also very practical. You do that in also for the defense side, but also for AMI. You're a part of the gang. You always are, welcomed in the group, and you position yourself there. You're very nice to work with, and I always, when I knock on your door, you're there and you're ready to assist. And with your retirement, I hope we can continue for other initiatives. There will be new horizons for sure. And your production of books has been, of course, tremendous, and I think you will continue doing so. Know that you have many friends in the international community. I'm talking also on behalf of the Dutch Army delegation, but also on the international delegations. So all the best, all luck, and Godspeed with your retirement, Fred. Beste Fred, gefeliciteerd met je ontzettend lange loopbaan natuurlijk. En met nu het afscheid nemen na zo'n enorm lange carrière. Onder andere natuurlijk bij de krijgsmacht. Ik heb jou leren kennen op de faculteit Theologie, daar waar we nu zitten. Maar eigenlijk heb ik jou veel beter leren kennen bij de krijgsmacht. En ik ben altijd onder de indruk geweest van hoe ontzettend veel jij weet. En hoeveel feitenkennis je hebt. Een voorbeeld. Ik begreep vaak niet toen ik als jonge almozenier, ik ben nog steeds een vrij jonge almozenier, toen ik begon bij de krijgsmacht, waar komt überhaupt onze DGV en onze RKGV vandaan? Wat zijn de wortels daarvan? En hoe zit dat in beleid verworteld? En jij kon daar altijd met allerlei achtergrondinformatie beeld en geluid bij schetsen. En dat heeft mij ontzettend geholpen om beter te begrijpen wat mijn positie als geestelijk verzorger is, als almozenier. Wat het belang is van de almozenier bij de krijgsmacht en ook de manier waarop wij verworteld zijn binnen de krijgsmacht. Kortom, eigenlijk heb jij mij een heel groot aandeel gehad in mijn eigen verworteling in mijn mooie ambt. Dank je wel daarvoor. Wij zijn dorpsgenoten. Tilburg is geen dorp, maar het voelt een beetje als een dorp soms, blijkbaar. Laatst was jij bij ons thuis op de koffie. Hebben we ook een ontzettend leuk gesprek gehad. Onder andere ook over wat je nu allemaal van plan bent om te doen. En je leek wel 16. Je hebt nog hartstikke veel dromen en passies en wensen. Ik vind dat gaaf. Mijn dochter die vroeg aan mij, wat wil je later worden, papa? Dat had ze ook dus aan jou kunnen vragen. Wat wil jij later worden? En je had een enorm lang antwoord. Ik zal daar verder, ik weet niet wat daarvan bekend is en weet ik wat allemaal. Maar ik wil je daar in ieder geval ontzettend veel succes en veel passie bij wensen. En ik hoop dat we nog veel bakken koffie gaan drinken. Ondanks dat je nu deze plek gaat verlaten. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Fred, het allerbeste. Dank je wel. Lieve professor, van harte gefeliciteerd met het welverdiende emeritaat. Ik wil hier graag een moment pakken om u ook te bedanken voor de kans die u heeft genomen met deze jonge studentassistent en de hartelijke en fijne samenwerking waar ik altijd van heb mogen genieten met u. Heel veel succes met uw verdere ondernemingen en hopelijk tot snel. Gefeliciteerd, professor van Iersel. En ik wil u heel graag bedanken voor alle waardevolle lessen die u mij en ons team heeft meegegeven. En bedankt dat wij deel mochten uitmaken van uw carrière en dat u ons zo goed heeft begeleid. Ja, bedankt. Professor, van harte gefeliciteerd en nogmaals heel erg bedankt voor de fantastische 2 jaar bij het Van Harte programma. Congratulations on your retirement, Fred.
Thank you for mentoring us through a difficult time of COVID. Your guidance means even more to Johan and I because you believed in us and gave us a chance to write an article for your book. Your patience, understanding nature, and infinite knowledge are only some of the qualities that we admire in you and hope you continue to share with the world. Thank you for evolving our view on morality and ethics because your mentoring impacted our lives greatly. Fred, you initially served as our mentor for the Outreaching Honors Program, where we researched a topic within the theme of moral leadership in times of crisis. It was because of your network and connections that we were given the opportunity to meet and converse with interesting figures within society. However, our work together did not end there, and you gave us the opportunity to develop our research further. Under your academic publishing house, we were able to conduct research more akin to our interests in law. You gave us a chance to write on subjects we care about, and gave us the freedom to explore, create, and communicate our ideas in a new way. Our final article on how law and morality in the Netherlands interacted with each other during the COVID-19 pandemic will never have come to fruition without your efforts. So once again, congratulations on your well-deserved retirement.